The Ura feared the gods. We turned them into toys. Ik vind die Piff echt zo'n awesome beest. Ze hebben echt een meestelijke god. Turn them round and round all you like. Piff's still gonna be ugly. Piff is helemaal niet ugly. Piff is een awesome stier. We tracked the final core beyond the city to the wilds. The wild outskirts. So fine level. Dat is niet. Dus maar krijg je er een speergun of zo. Of een flamethrower of een speergun. Wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the calamity couldn't cook it. Not all of it. Hidden stash. Ah, oh, dual pistols. Know what's better than having to sling a pistol in a fight? Heaven too. Kiss faster than a slinger with those guns. Oh, yeah, that was it. Pin cushions ain't the worst of it either. Decker's got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. Kid learns the hard way not to touch those things. God, die gein is even aan de kant. By now, kid's got more needles in him than a stab weed. That escalated quickly. It's a top sonic, see? They shouldn't have let the guard down. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. Survived the calamity. It toughened him up. Echt, precies het laatste hitje dat hij nog gezicht had. Let's take it real slow. Incursions are afoot. Good thing pincushions can't see where they're shooting. Slinger Jawson's old outpost is all that's left of them. Finger beater. Kid sticks to his old standby. Scrap musket. Kijk, dat ding schiet als een baas. Bam. Something greasy. Ik had gisteren dat ik zelf ook een idee. Don't ever turn your back on a pincushion. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik heb op YouTube heb ik aangezet dat wij met views gaan wij dat wij geld genereren, zeg maar. Partneren. En dat wij van het geld dat wij ophalen met de video's. Dat we die bijvoorbeeld naar charity doen. Zo. Naar een aardstichting of andere stichting of zo. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar het zou zeker tof zijn. Misschien dat we dan of naar een stichting kunnen doen of iets zouden kunnen hosten. Of iets waar de community sterker voor wordt of iets waar wij de wereld een stukje beter mee kunnen vermaken. We hebben ondertussen hebben we al meer dan 50 video's op YouTube binnen een dag. En dat is echt ziek. Kids roused up half the wild by now. Ja, ik ga eerst even een vest pakken, want het is echt koud hier.
We zijn terug, 2 seconden. Ik ga ook even heel snel mijn stream resetten, want dan... Je kan maximaal, kan je volgens mij 2 uur... kan je streamen. Dat is het maximale wat hij wil uploaden. Dus dan doe ik het even af en toe opnieuw starten. Zodat we gewoon alles normaal kunnen uploaden, zonder problemen.